wat zou een boer zijn zonder dat hij water over zijn land kan laten lopen? Wat zou een natuurgebied zijn zonder een mooie meanderende beek? Maar te veel water is ook niet goed. Dus we moeten ons voorbereiden op klimaatverandering. En we moeten zorgen dat we die mooie Maas wel binnen zijn eigen stroomgebied houden. En dat die niet de wijken en de dorpen inkomt. Erg belangrijk voor ons. Water is natuurlijk een economische factor van belang. Die ervoor moet zorgen dat ook alle mensen die geld moeten verdienen rond en naast de beken, dat die dat kunnen. Dat is een economische factor. Natuurlijk is het ook een natuurlijke factor. Kijk maar hier bij de Rochelse Beek om je heen hoe mooi ecologie kan zijn. Eigenlijk is dat ook een stukje economie als je het toeristisch bekijkt. De gemeente die komt dan in beeld op het moment dat ook waterafvoer in de stad een issue is. En dat is hier ook zo. Er zitten bij hele heftige regenbuien. Krijg je natuurlijk ook dat er meer water afgevoerd wordt richting die beken. En de meanders die je hier ook ziet, die maken dat er meer water geborgen kan worden in de beek zelf. Waterbeheer is natuurlijk iets wat alle overheden raakt en alle belangenorganisaties raakt. En ik denk dat je daar ook de meerwaarde alleen maar kunt bereiken door samen op te trekken. Ja, we zijn er heel erg trots op. Dat wij met onze waterzuiveringen, bijvoorbeeld in Limburg, dat doen we samen met Waterschap Roer en Overmaas. Eigenlijk een hele deugdelijke en veilige waterzuivering hebben. Waarin we nog veel gaan innoveren en investeren de komende jaren. De eisen worden steeds hoger, ook vanuit Europa. En daar moeten we dus aan voldoen. En dat doen we allemaal nog tegen een hele goedkope prijs. 25 cent per persoon per dag. Voeren wij alles af en zuiveren het. Dus het is erg goedkoop, relatief gezien ook in Europa. Het betekent dus duidelijk dat wij een kennisautoriteit zijn die in een hele goede interactie met onze omgeving probeert steeds te vernieuwen en ook nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Ook nieuwe ontwikkelingen die bijvoorbeeld vanuit Europa of de nationale wetgeving komen. En zo zijn we eigenlijk als waterschap altijd in beweging.